Ik ben Wesley, ik ben 23 jaar, werk bij Den Elzen in de vestiging van Leiden. Ik zit op MBO Rijnland voor de opleiding autoschadehersteller voor de duur van 2 jaar. Ik vind dit gebied ook heel breed. Het is zeg maar nooit hetzelfde. Je hebt heel veel variatie erin. Elke klus is anders, elke auto is anders. En die variatie vind ik heel fijn, omdat het dan nooit echt saai wordt of wat dan ook. We doen natuurlijk heel veel verschillende merken. Dus als ik er een keer niet uitkom, dan vraag ik aan mijn leermeester die heel veel ervaring heeft met dat soort dingen. Van joh, dat merk. En dan komt hij kijken en dan legt hij een beetje uit van joh, dat zit zo en zo in elkaar. We hebben hier zo kort gezegd de opleiding voor autospuiter of autoschadehersteller. Daar begin je mee op niveau 2. En als je die afgerond hebt, kan je doorstromen naar niveau 3. Dus ze werken 4 dagen in de week. En 1 dag gaan ze naar school. Wij betalen gewoon 5 dagen. Dat is ook een investering van ons en van hunzelf. Ja, en daarbij betalen wij eigenlijk ook hun hele opleiding en ook de schoolboeken. Ze werken met een boek die ze van school krijgen. En daar staan een bepaald aantal opdrachten in. En eigenlijk als jij al die opdrachten kan, dan ben je klaar voor je examen. Dus zo kunnen we heel goed monitoren van welke dingen hebben ze wel gedaan en welke dingen hebben ze niet. En kunnen we ook de klussen uitkiezen die ze kunnen gaan doen, zodat we met het boek echt bijblijven. En dus ook met hun leerpad. Chill in dit vak is dat je door kan leren en je kan jezelf verder ontwikkelen in het vak. Dat sprak mij ook voornamelijk aan, omdat je gewoon kan blijven doorstuderen bij wijze van spreken. Wij vinden het belangrijk om iemand op te leiden, maar we doen dat eigenlijk ook om ervoor te zorgen dat iemand gewoon lang lid blijft van onze familie. Dat hij echt door kan blijven groeien, dat hij echt onderdeel uitmaakt van het team en van ons bedrijf.